Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de economische vooruitgang. Zo benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi op zaterdag 22 januari tijdens een nieuwjaarsdiner met organisaties van het bedrijfsleven. Het staatshoofd noemde het bedrijfsleven een belangrijke pilaar van ontwikkeling. Wij hebben een tijdlijn. Wij hebben een plan. En dat voeren we planmatig uit. Op basis van de inventarisatie die we gemaakt hebben voor ons aantreden als regering. En de inventarisatie die geactualiseerd is geworden op basis van de echte situatie. Met name binnen onze financiële sector, binnen onze economie. En dat weten we inmiddels ook al. Het was niet zo vrij. Het was niet zo fraai, maar dat hadden wij min of meer al ingeschat. Alleen dat het zo complex was en zo gecompliceerd was en dat de schuldpositie van ons ruim 160% van onze BBP zou zijn. We hebben voor die uitdaging gestaan. We hebben goed overleg gehad met onze partners. Met u ook, voor de verkiezing, voor de formatie van de regering, maar ook daarna. Omdat wij één ding zeker wisten. De regering alleen zal dit probleem niet kunnen oplossen. De nationale overheid zal dit probleem niet kunnen oplossen. Dit probleem zou je moeten oplossen op basis van sterk partnerschap, sterke samenwerking nationaal. Maar gelet op het karakter van de schuld, moest je ook sterk internationaal gaan samenwerken. Ik heb de overtuiging dat u als bedrijfsleven, die ik als backbone zie van onze economie, met name op het gebied van die KMO's, maar ook de bedrijven die in de andere sectoren bezig zijn, dan de natuurlijke hulpbronnen en die oil en gas, dat die ook een kans gaan krijgen door die ontwikkeling van die oil en gas. Door verder te gaan diversifiëren, om in te spelen op de markt, maar ook om als partner op te treden van andere bedrijven, jouw diaspora bedrijven daar in Nederland, om als partnerbedrijven op te treden van Guyanese bedrijven en van zoveel andere landen. Daar is de uitdaging. Alleen gaat u altijd horen van het andere bedrijf met u gaan partneren, mag ik jouw financiële jaarverslag zien? Dat vanaf dit jaar, op basis van de wet, of de jaarrekening moet plaatsvinden, met inachtneming van de IFRS-normen. Dat is de uitdaging. Anders kan u geen goed partnerschap aangaan, goede samenwerking aangaan. Dus we hebben een collectieve verantwoordelijkheid, we hebben een collectieve uitdaging. Maar wat ik gezien heb in anderhalf jaar van deze regering onder mijn leiding, dat er een goede samenwerking is met het bedrijfsleven. Dat dankzij het bedrijfsleven zeker wij in die regering vandaag zitten. Want ook jullie hebben je bijdrage geleverd op jullie wijze. Dat jullie ander regeren willen, ander beleid willen. Ik weet dat er nog ontevredenheid is. Ik weet dat er nog ongeduld is. Ik weet dat er nog irritatie is. Maar laten we het jaar starten. Door die samenwerking verder te versterken. Door ook te evalueren. En te verbeteren en te corrigeren. Maar meer betrokkenheid van de private sector.
En maakt u gebruik van alle mogelijkheden wat u heeft. Vandaag hebben we de nieuwjaarsdiner gehad. De president van de Republiek Suriname nodigt alle sociale partners uit voor een nieuwjaarsdiner. We zijn anderhalf jaar bezig nu. En wat is gebleken is dat in anderhalf jaar de sociale partners, het bedrijfsleven en de vakbeweging nadrukkelijk hebben begrepen hun verantwoordelijkheid. Maar dat ze ook heel positief hebben meegewerkt. Niet iedereen misschien, maar het grootste deel wel. En de president vond het toch wel prettig om ze allemaal te bedanken. En middels een diner, maar ook ze weer aan te sporen op diezelfde manier door te gaan in die samenwerking naar een beter Suriname. Dat is wat is gebeurd vandaag. Gisteren hadden we de vakbeweging. Eerder hebben we met de internationale partners een diner gehad. Allemaal belangrijke spelers op weg naar een beter Suriname. Want die gezondmaking, dat gaat niet natuurlijk zonder slag of stoot. We hebben veel werk te verzetten en je hebt iedereen daarvoor nodig. Wat we nadrukkelijk voorop stellen, en dat is de rode draad door alles heen, is het feit dat wij leven in één land. Die grenzen zijn er, die ruimte is er. We leven in een land waar wij allemaal Surinamers zijn. Ongeacht onze visie, politiek, maatschappelijk, wat dan ook. Wij leven met elkaar en wij moeten ook met elkaar samenwerken. En dat is de rode draad, samenwerken. In goed vertrouwen dat het beter komt als we samenwerken. En vandaar dat we dus vorig jaar zijn begonnen met het zogenaamde tripartiet overleg. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Dat heeft geresulteerd in een mooi historisch resultaat van een sociaal akkoord. En dat is precies wat we willen. Wij gaan een slechter leven hebben, minder verdienen, als we continu in conflict met elkaar blijven. Op een gegeven moment moet je via overleg met elkaar een stukje vooruitgang realiseren. En dat is goed voor iedereen. Dus dat is de oproep die de president continu doet, is laten we samenwerken. Laten we met elkaar werken om het land beter te maken. Als het goed is voor de een, zal het ook goed zijn voor de ander. Maar als het een situatie is met conflict, dan hebben we er allemaal last van. Dat is de oproep, dat is de centrale oproep eigenlijk. We weten dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt in de economie. Wij roepen ze ook om te blijven investeren, vertrouwen te hebben, mee te helpen, zelfs mee te helpen bij de uitvoering van projecten. We hebben een mooie toekomst. Hoe die eruit zal zien, hoe mooi dat zal zijn, zal van ons afhangen. Niet van het buitenland, niet van anderen, van onszelf. Een goede boodschap. Ik vond het belangrijkste in deze boodschap dat hij het bedrijfsleven heeft getypeerd als een van de pilaren van ontwikkeling. En dat hij dus het bedrijfsleven altijd zal meenemen in de ontwikkeling. En heeft opgeroepen dat het bedrijfsleven het liefst hem hiermee helpt. En we zijn daartoe bereid. Het is ook getoond. En ik ben heel blij met de opmerking van de president om aan te geven van luister. Jullie zijn er niet weg te denken factor in de ontwikkeling. Er is heel veel kennis en kapitaal bij het bedrijfsleven. Ik gaf grappenderwijs aan meer dan bij de centrale bank. Dat was heel mooi om te horen. Maar we zijn gereed om hem daarin te ondersteunen in de ontwikkeling. Ik vond het een heel goede speech. Heel eerlijk, heel open. En hij heeft gezegd wat op zijn hart ligt. En dat is wel belangrijk om dat te horen. Hè? Dat hij erachter staat. En hij heeft ons bijna individueel opgeroepen van jongens, kom me helpen dat ding te doen. En dat was goed, heel goed.